weer? Trainen. Kijk, we hebben een verzorger die belooft al heel lang dat hij een tv'tje krijgt. He? Maar in de kleedkamer. Alle trainers en verzorgers hebben het voor elkaar gekregen, maar hij nog niet. Dus nu moeten we het op de telefoon. Dan moeten we een half uurtje Feyenoord kijken. Dus we gaan hem zo even gek maken. Even kijken of we die spullen eens kunnen regelen bij hem. Hey, daar is hij. Kijk, ga van Jan gaan. Goedenavond. Zijn er 16 meter? Jan, heb je nou eindelijk een keer die tv geregeld hier zo? Bij alle clubs waar ik zat kon je gewoon een half uurtje voetbal kijken nu nog. Jij belooft het. Maar ik heb niks beloofd. Ja, je zegt ik ga een tv regelen. Nee. Dat is te van krakkemikker of zo. We hebben alles staan hier, maar we hebben geen tv. Maar je moet je bij het bestuur zijn. Heb je al gevraagd? Nee, dat niet. Dit is een oproep, hè? Alle bestuursleden kijken naar dit, hè? Ja, dat is goed. Maar ik heb niet gevraagd. Doe even een oproepje. Bestuur, zou je een televisie willen doen? Nou, meneer Haasnoot, meneer Van der Wiel, of aan de Wiel, sorry. TV'tje regelen. Nee, gasten moeten zo trainen, maar alle Feyenoord supporters of voetballiefhebbers zijn hem even gepeerd. Die zitten gewoon even hier zo, kijk eens. Er zit een hele delegatie hier. Ja, zo hoort het wel. Kom, ja. Kijk nou eens even hier. Hey, kijk. Dat zijn ze. Nou, die hebben zin om te trainen. Kan toch allemaal niet waar zitten? Feyenoord supporters, hè? Feyenoord supporters, hè? Nou, ja, ben jij zo'n supporter of ben jij zo'n successupporter? Zeker. Wat zeg jij nou weer? Ja, jullie wel, hè? Kijk. Ja! Dit zijn echt toppertjes. Heb je allemaal geabonneerd? Ja! Okay, dan is het goed. Ik heb een andere keep. Ja, juist. Ziet er zomaar rekening. Ja, kijk even op IEG straks. Ja. Hou, kat lekker. Zo, kijk man, Memphis Depay gaat lopen. Hè? Huh? Niet? Niet dan? Hebben we nog gegokt, oude straatrover? Hey, hij wil onze flesjes verkopen. Deze heeft een lied slijterij. Maar alles 1 euro duurder dan in de supermarkt. Nou, het is hoog tijd om te gaan, jongens. Succes. Ja, veel plezier. Hey, jongens. Hoi. Genie. Hè? Is toch gewoon niet geloven? Als ik binnenkom, dan ligt hij er. We kijken naar rechts. Nou, ligt ja, ik ga het nou een keer vastleggen. Ik ben nou zat, hoor. Ik kan dat niet waar zijn. Swinging. Ik denk dat er volgend jaar een ander contractje moet komen. Elke keer als je op de bank ligt, gaat er een uurtje af. Nou, dan is het snel op, hoor. Voor vereniging Quick Boys hebben we ook hoedvlogs. In Zaandam heb je natuurlijk ook de polierbuurt. Kijk, hier zitten ze ook. Hier zitten ze ook. Hoedvlogs. Hey, hier nog eens. Kijk eens. Goeie als bosjes hier, die hoedvlogs. Er gebeurt helemaal niks in Zaandam vergeleken met deze. Nee? Nee? Kijk eens hier. Rotten we die camera. De grootste oplichter die staat daar, die kleine. Ja, dat zeg ik net. We zitten in de polierbuurt in Zaandam hier. Wij werken allemaal. We studeren allemaal. Ja, maar in hier zo. Hé. Kijk die. Die daar. Die zegt dat hij slijterij heeft. Zegt die jongens, willen jullie flessen kopen voor het weekend? En dan zeggen we, ja, hoe duur? Is dat duurder dan bij de Albert Heijn? Ja! Dat gaat niet, hoor. Bied dronken. Ik Rotterdam zo. Nou, ik word niet bied dronken met die prijzen. Word jij bied dronken met die prijzen? Je wordt bied dronken van de prijs. Ja. Hey, nog een oplitser. Wat gaat Feyenoord doen vandaag? Het is weer United? Nee, ik hoop het wel, maar het wordt niet. Ik heb een opsteen gezien. Het gaat 2-0. Het gaat 2-0. Dat zijn vader en zoon. Dat is echt, dat heet mijn concurrent en mijn keeperstrainer. Nou, er is geen concurrentie bij. We zitten bij elkaar elke avond te avond eten. In juni nemen ze de opstelling al door voor het hele seizoen. Kijk eens, daar staan ze. We zien dat een trainer en een keeper samen het puntengeld delen. Nou, daar staan ze. Samen delen puntengeld. Als Martijn heeft gewonnen, dan wint de Patrick ook. Sharing is caring, toch? Ja, zo gaat dat, hè. En dan weet hij elke, als we donderdag trainen, weet hij op woensdag al de training hoe het eruit ziet. Pet, vandaag gaan we rustig aan, dan wordt het een beetje last. Vandaag een beetje rustig aan, zo gaat dat.
Weet je? Leven is echt leuk. Ja. Het leven van een tweede keeper gaat niet over rozen, maar ja. Hij neemt het lekker van die gozer. Op maandag moet hij weer even uitrusten, want een heel zware wedstrijd gehad. Je hebt ook iets gedaan. Je hebt ook iets gedaan. Ik weet niet. Zeg maar. Meer dan bij een liter flesje. Zeg maar goed, hè. Moet ik er eigenlijk verabonneren? Nee, je krijgt niks verabonneren. Die gaat er niet op, die ga je eraf knippen. Nee, je kan niet verabonneren. Wat dan? Perfume. Perfume, ja. Hij krijgt perfume, krijgt die 10 cent. Tussen de 40 cent en een euro volgens mij per 1000 views. Maar dan moet je wel een grote jongen zijn. Dat ben ik nog niet. Ik heb 5 kijkers. Als je dit op YouTube bent, hoe heet die Marokkaan uit aan dan? Ik zou het niet met een Marokkaan doen. Jij kijkt ze nog. Nee, die jongens uit aan staat dan. Die is wel. De hoedvlog, ja jongen. Ja, dat zeg ik. Hier zit dan mijn hoedvlog hier zo. Hé. Hey. Hoe is die? Dat is mijn hoedvlog. 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 Je misdraagt je op die vlogs en zit je jezelf hier de hele tijd. Dat doet er helemaal zien. Niet toe. Ik hoef je rest van je vlogs niet te zien om te weten dat dit buitengewoon brutaal, beschamend en ontzettend ordinair is. Kan jij vinden? Dat, ja, dat vind die ik die mening niet. Van je is goed. Ook. Ja, dat vind ik wel leuk. Moe, ben jij maar maar is wat, een goed jongen aan het worden. Maar wat vind jij nou van die hoed? Die kans moet jij op, hè? Nee, van die kaaskoppen, strijders, man. Media fikt alles, man. Dit zijn strijders. Oh, jij bent er weer zo in. Jij gelooft daar weer in. Jij bent weer gewoon weer in het manipuleren, jij. Je denkt niet dat die jongen het zelf doet. Alles op, man. Hè? Ja, wat zeg je, Phil? Ik kijk toch niemand naar mijn vlog. Maar ja, je moet je wel bewijzen. Dit was vlog nummer... puntje. Het was weer heel gezellig. Gaan we zo vrolijk volgen? Ja, ik hoop het wel, maar ik heb mijn twijfels. Ik moet het niet van mijn looks hebben. Wat een gek is dat. Ja. Ik ga een nieuwe rubriek aan mijn vlogs toevoegen. De mop van de week. Ik zag tegenwoordig laatst op YouTube, dat heet Dumpert, dat die Jeroen heet, die gozer uit Voorburg, die bij de Moppentoppers heeft gedaan. Die is weer een enorme hit en ik heb me ook wel schil gelachen van die filmpjes. Dus we gaan gewoon even een moppie van de week doen. En deze keer kan niemand minder dan Joey Spaan het moppie van de week. Nou, daar komt hij hoor. Hey. Zijn jullie er klaar voor, mensen? Waar bewaren de Belgen hun dolfijnen? In de flipperkast. Is dat dan? Nou ja, Poelenburg, maar huis is te koop nu. Zaandam. Zaandam, ja. Nou, je kan wel goedkoop wonen nu hoor, in Zaandam, als je dat wilt. Ja, dat is voor de Zaandam, voor de hoedvlog. Zaandam. Oh jee. Is het tegenhanger toch? Ja. Dan is het goed. Ik heb ook zo'n neus. Zo, dat was hem weer. Dit was weer een nieuwe vlog van de Vloggende Keep. Elke dinsdag en vrijdag probeer ik wat te posten op mijn YouTube kanaal. Nou, wil je nou een oude aflevering terugkijken, dan kan dat hier. En ik zou het helemaal leuk vinden als je jezelf ook even gratis wil abonneren. Dat kan op mijn YouTube kanaal, kan dat hier. En dan blijven jullie een beetje op de hoogte wat ik allemaal mee ga maken. Tot de volgende keer.